Oh, Explosive Wars! Dit is heel lang geleden. Maar vandaag gaan we een lekker potje Explosive Wars doen. Het is de bedoeling dus dat je punten moet verzamelen. En hoe meer punten je hebt, hoe beter het gaat. Woe, bezig. Oh, yes! Ah, oh, lullen. Echt, ik zag je doodgaan. Ik had hem bijna vol, hè? Ik haat vissen. Echt. Drommels, drommels en drommels. Hoe kom jij al aan 7 punten, schat? Ik heb al 1 keer gecaptured. Oh, dammit. Nou, in ieder geval leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Druk even kaart op het duimpje omhoog. Gebruik support de creditcode DutchTeams. Dat zou super zijn. En het werkt als volgt. Je moet... capturen. Je moet capturen. En mensen tegenhouden die gaan capturen. Ja, dus de bedoeling is je captured iets. En op het moment als jij... Heb ik al gecaptured of niet? Ja, ik heb gecaptured. Ja, je hebt al lang gecaptured. Ik heb gecaptured! Nice! Krijg je 5 punten, kill je iemand, krijg je 1 punt. Zo werkt het spel. Dus ja, degene die de meeste rondes heeft gewonnen is de uiteindelijke winnaar. Ja, precies. Hallo. Oh, ik word alweer geklingerd hoor. Ik probeer gewoon rustig te capturen. Oh, heb ik pas 11 punten, hè? Nou, je zit er bovenaan, hè, met 11 punten. Oh jee. Oh, ik heb echt een hele vervelende kleur. Heb ik de punten? Ja, ik heb de punten! Haha, ik heb de punten! Kijk even wie aan kop gaat. Kijk even wie aan kop gaat, dames en heren. Heerlijke puntjes. Oh, 17 al. Jammer, en iemand 14. Jammer. Hey, banaantje. Gaat iemand überhaupt wel daarom naar beneden? Dat vraag ik me af. Oh. Oh nee, in mijn rug. Pietspel. Oh jee, zit hier met veel te veel mensen. Maakt niet uit, ik heb hem al. Ik ben helemaal tevreden. Als ik een punt krijg, ben ik gewoon tevreden. Dan mag je zoveel klingers op me gooien als je wil. Ja, ik weet niet, ik heb pas 14. Oh, ik pas 1. Oh, wat doe ik nou? Oh ja, wacht, als je mensen killt, krijg je ook punten, hè? Ja. Wie heeft de meeste kills? Oh nee, niemand. Ik heb wel heel veel kills, dat weet ik wel. Jakke, je staat 3 in laatste. Wat is dat nou? Ja, ik maak niet heel veel kills. Dat is een beetje, denk ik, het probleem. 21 punten heb ik nu. Fiets. Oeh. Ik word er een beetje stil van. Dit is echt weer zo'n focusspelletje, weet je wel. Dat je gaat gooien en niet aan het opletten. Ja, wel aan het opletten ben, maar dat je gewoon zo oplet dat je gewoon vergeet te praten. Wat is dit? Ik heb al 2 keer gecaptured, maar ik krijg daar geen punten voor. Yes, ik zie het scorebord. Nee. Ik heb 5 punten voor dat. Ik krijg telkens geen punten voor mijn capture. Wacht, kijk. Laat mij eens... Wie is dit? Mag ik proberen? Ben ik? Oh. Ja, mag ik proberen? Eerst loop je me te killen. Mag ik proberen? Ja, meteen zo doen. Wacht even, nou, niet rode beer, maar niet killen. Oké, ga capturen. Ik heb 23 punten nu. Oh, nu, deze krijg ik wel. Die andere krijg ik niet. 1 punt. Oh nee, wacht, ik kreeg wel meer. Hier krijg ik niks. Hè? Ik ben cursed, jongens. Cursed. Komt ie. Nog een keer capturen. 28 punten. 28 punten, capture. Hier, nee! Wie was dat? Jacco! Ja. Verdorie! Je hebt nog wel gecaptured, of niet? Nee, net niet. Echt net niet. Dat is 1 capture punt waar je geen punten verdient. Althans ik, maar ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Dus be careful, hè. Kom maar, dankjewel. Doei, beertje. Ik heb wel een leuk muziekje. Ja. Ik zag gewoon derde, yes. Maar nu hoort me ook erover. Hoppa, yes, nog een puntje binnen ook. Oeh, ik heb gedeelde eerste plaats. Fiets, iemand is me voorbij. Nee, hoe kan dit? Hier, ga ik hier. Komt-ie. Oh, nog 15 seconden, jongens. Oh, nou, dat ga ik nooit redden. Ik ook niet. No. Oh, gedeelte plaats, yes! Punten, oh, nog meer punten, nog meer punten! En de inhaal race is gewonnen! Victorious! Ronde nummer 2.
Wat een stomme banaan is dit. Oh, heeft iemand anders die banaan gekillt? Ik heb de banaan. Hoezo krijg ik weer geen spanning van 5 seconden? Ik kreeg hem 2 keer. En die banaan die captured gewoon. Wat een stinkbanaan. Hij was dood. Nee, ik heb ook 0 punten. Ik heb eentje helemaal gecaptured. Had ze idee. Ja, dan moet je gewoon oppassen. Dan is die cursed. Die niet pakken, jongens. Ah. Ah, stomme tomaat. Tomaten moeten ook alles verpesten. Dat ben ik. Tjongjongjong. Ja, dat weet ik. Oh. Ik heb nog gewoon 0 punten. Ah, dat ging ook eerst heel slecht. En toen werd ik uiteindelijk nog naar de derde plek. Ja, uiteindelijk plek 4. Soms moet je echt geluk hebben, dan kan je gewoon vrij capturen. Die banaan die moet dood zijn. Is die banaan niet dood? Ik raakte hem! Huh? Ja, lekker, lekker, lekker. Wie raakte de banaan? Die krijgt 3 punten. Oh, ik kill mezelf. Krijg je nog een punt? Die banaan is aan het healen achter een hoekje, jongens. Hé, hey, deze krijg je even terug, vriend. Hier, alsjeblieft. Alsjeblieft, Jacco. Ik kom bijna de capture. Ja, dat krijg je. Jij schoot op mij. Karma is een walvis, zeggen ze ook. Ik heb echt maar 2 punten. Net ging ik op het begin heel goed. Ja, ik heb ook heel weinig. Ik ga heerlijk. Oh. Ah, fiets. Oh. Jacco! Oh, jij hebt mij ook. Yes, 6 punten. Ik ga lekker. Doei, vis. Ik moet het maar hebben op kills, denk ik. Ja, ik ga nu wel killen in plaats van capje. Doei, schat. Nah. Als je toch niet deze kant op gaat, waarom kill je me dan? Ja, oh, ja. Ik krijg tenslotte een punt. Ik heb 5 HP. Meer heb ik niet. Lekker. Iedereen is beneden. Oh, ik ga mijn eigen klinger. Niet eens. Ik ga erin capturen. Nee, precies. Net. Ik kon Fiets. Ik had bijna die midden. Oh, ik heb net op tijd. Als ik nu weer win, hè, dan zou het wel echt GG zijn, hoor, jongens. Dan kan het echt niet meer. Dan moeten jullie ABC ermee kappen. Ja, oh, nee. Ik heb hem net niet. Ah, ik heb maar heel weinig punten. Dus ik ga niet winnen. Ik ga nu echt killen en zo, denk ik. The Battle of the Klingers. Je hebt er al 2. Ja, jij hebt, bent ook al 2 keer geraakt. Oh, nee. Oh my god, ik gooide jou ook raak hoor. Jij hebt toch al 2? Nee, eentje raak. Nee, de laatste was ze. Ik heb je 2 keer geraakt, 1 keer uit de kracht hier gegooid. Ja, nee, dat. Al bijt. Oké, stand still, I die. Hoppa, visje neer. Kijk, de vis is mijn grootste concurrent. Nee, stomme tomaat weer. Wie is dat nou weer dan? Oh, fiets. Jongens, er staat iemand vrij te capturen. Mevrouw in een taxipak, die moet neer. Bananos. Welke skin heeft Jacco eigenlijk? Ja, zeg ik niet. Is Jacco de vis? Nee, ik krijg er 2. Hè? Heb ik je neer? Nee, iemand anders heeft jou gekild. Fiets. Ja, die kan me ook mee bemoeien. Dat was de taxi mevrouw. Oh. Die wou me geen gratis taxiritje geven. Oh, dit is Jacco. Ik heb 1 keer een ding capturen. No. Ik heb nog maar 14 punten. Oh, ook op maar 20, Jacco. Maakt niet uit. Ik word laatst. We lopen gewoon de helft achter. Gooi ik alles mis? Wat zit? Ik wil niet alles weer schoon. Hoezo zitten jullie met z'n 2 op mij? Ja, Jacco! Jacco! Ja, ik spande bij jou, dus dan kill ik je maar. Of dan doe ik een poging tot killen, bedoel je. Dat is uiteindelijk niet. Oeh, net nog derde plaats op het laatst. Fiets! Jij? Ja! Ja, Eva is net derde. Hé, ik ben niet in het laatste. Ah, ik had er 2 voor me. Ik had ze allebei moeten hebben. Dan had ik gelijk spel. Fiets!
Oh nee, ik wou de persoon afrennen, zodat hij alsnog dood is. Fiets! Dammit, er zat eentje achter mij. Krijg je nou voor een kill 2 punten? Ik heb je die manito, Jacco, die red je niet. Oh. Probeer maar. Ja, ik heb wel een kill. Kills 2 punten. Ja, ja. Ik heb wel een gezellig nummertje, vind ik. Oh, hij is nog gelijk. Gaat Vincent weer winnen? Nou, ik ben in gevecht. Ik ben af. Hoezo ga ik weer winnen? Ik sta gewoon niet meer in de top 3. Zoals dus voor iets. Jacco is aan het winnen. Helpt het als je danst? Ga je dan sneller of zo? Ja, dat werd heel vaak gezegd. Dat is het hele doel. Als je danst, ga je sneller. Oké, deze is echt cursed. Ik ga hier even marken. Ik heb hier een gesprek. Waarom bemoei jij je er mee, banaan? Oké, banaan is af. De banaan die is alleen maar achter me aan het rennen als ik hem geraakt heb met de klingers. Glij uit over je eigen schil, joh, zak patat. Yes, net kunnen halen. Zo, hallo, rustig aan. Kijk, ik heb één keer gewoon vrije midden kunnen pakken zonder dat mensen me killen. Je bent niks aan mijn voorspel, dus ik kon gewoon veilig wegkomen. Ja, Jacco die heeft gewoon volgens mij echt vrij spel de hele tijd. Nou, dat valt mee. Echt? Oh. Oeh, ik sta daar weer. Ik heb wat een perfecte klinger heb ik op iemand geraakt. Fiets. Waarom ben ik met die banaan bezig? Banaan, je stinkt. Glij uit over je schil. Jemig. Oh, ik ben ingehaald. Jongens, de persoon die net won, die staat hier bovenaan. Ja, dan moet je de taxivrouw focussen, Jacco. Bescherm mij. Als je mij beschermt, dan word ik eerste. Hoeveel is respawn tijd eigenlijk? Achter ons, banaan! Gaat iemand naar het midden toe? Ik heb hem neer, Jacco. Yes. Dan heb ik 40 punten, hij staat nog 5 punten boven. Oh. Laat mij vrij midden pakken, jongens. Dan heb je het ook boven. Nee, banaan, stink op! Nee, die doet het niet. Nee! Onzin! Oh, jongens, ik word nog uit de kolenbord gezet op deze manier. Je moet op midden, taxivrouw. Nee, hij heeft hem! Nee, hij heeft hem! Nee, hij heeft hem! Oh, dat gaan we nooit meer kunnen winnen. Ik denk dat, ik denk dat ik een nieuwe eerste plek heb. Ja, wat een onzin was dat. Hij zit aan de muur en ik loop eromheen. Jacco, heb je niet gewonnen, joh? Jemig. Ja, sorry. Ja, Jacco. Sorry, Jacco. Jongen. Hier, neem nog dan een granaat erbij. Of een klinger. Ga je ook nog de kill aan de taxi, mevrouw, geven? Jij bent echt een ongelooflijk zakstront. Echt, Jacco. Je geeft hem gewoon aan die taxi, mevrouw. Nou, nu moet ik winnen. Dan is het een gelijk spel. Kill jezelf? Ja, Jacco, fiets jij de boom in. Dat is mijn tactiek. Als iemand mij klingert, ren ik er gewoon vol op af. En je hebt geen punt gekregen. Nee, dat niet. Ik heb geen. Nee, dan is het toch niet nuttig. Nee, maar dan killt die persoon zichzelf en dan kan hij ook geen niks capturen. Anders heeft hij vrije capture, omdat je de tegenstander bij je capture hebt uitschakeld. Nice thinking, Jacco. Ja. Oh, het wordt iets te druk. Ik heb nog gewoon 0 punten. Iemand probeerde zichzelf te klingeren. Hey, ik heb nog nooit die shield gebruikt. Gebruik je een potion? Ik heb nog nooit shield. Ja, ik heb hem wel gebruikt een keer. En bosje ook niet. Ik zie iedereen bosje gebruiken, bandage ofzo. Ja, dat geeft 1 extra protection ofzo. Jee, jongens. Oh, hoeveel klingen zitten er op mij? Echt iets van 6 ofzo. Heeft iemand jou mijn kill gejat van jou? Ja, ik kan wel. Ik was echt iets van 6, 7 keer geklingerd. Ik weet niet hoe, maar... Oh ja, je hebt inderdaad lange respawn. Dat zie ik nu pas. Ja, maar dan heb je nog op zich best wel de tijd om te capture soms.
fiets. Oeh, bij twee dus. Zijn er echt mensen die puur alleen voor kills gaan? Dat vraag ik me af. Ik weet niet. Heb ik de punten? Weet ik niet. Jongens, get on my level. Vince, het gooit zeker al die klingels op mij nu. Ja, yep. Yeah, I knew it. Zit je daar een beetje op het midden? In de midden gepakt? Tuurlijk. Vince, het is oh my god, en ik heb jou ook nog, Jacco. Yeah, ik zit op 56. Dat is veel hoor. Ja, dat is veel. Dan weet ik wel wie de ultieme winnaar is met de meeste punten in een potje. Ja, dat ben jij wel. Hoezo heb ik de kill niet? Oh, dat zijkeling als eerste afging. Dat was gewoon stom voor mij. Oh, jij komt net op tijd weg daar. Ja, echt hè? ...61 punten. Kom op, dames. Oh, ik heb net gehaald. 70 punten. Oh my god, man. Oh, twee klingers achter elkaar. Perfect op Jacco gegooid. Ik heb 72 punten. Doe je zo? Ja. Wel een leuk scorebord, jongens. Kan je hier dan wat zeggen? Ja, ja, we staan er heel mooi op. Heel mooi. Mooi rijtje. GG. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Fortnite-video. Waarom staat hier helaas verloren? Ik heb 74 punten en ook een potje gewonnen. Hoop zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe Fortnite-video. Mocht je nou ook een hele toffe map hebben, laat hem zeker weten even achter op onze Discord. Gebruik natuurlijk supporter creditcode Dutchums. Tot de volgende keer. En ciao!